Vorige week in onze zoektocht naar de beste of een hele goede ETF om in te spelen op de trend van elektrische auto's, zijn we eigenlijk een beetje gebleven door te zeggen van ja, weet je, er zijn zoveel partijen die een gooi doen naar de eerste plaats of de top drie, maar er zijn eigenlijk veel te veel automerken. Moet je nou wel echt alleen in die auto's beleggen of moet je ook eens wat breder kijken naar de toeleveranciers in die sector? Ja, want de vraag was inderdaad, wordt er meer geld verdiend aan het bouwen van een auto of wordt er meer geld verdiend aan het produceren van componenten om die auto te bouwen? Nou ja, en weet je, we hebben er nu weer een week wat verder over zitten lezen, over na zitten denken. Ja, en het gezegde wat bij mij eigenlijk toch wel elke keer naar boven komt, dus die parallel met de goudmarkt uit de 19e eeuw, is don't try to mine gold when you can also sell the shovels. Want ja, als je toeleveranciers hebt van de auto-industrie, dan gaat het er niet zozeer om wie nou dadelijk de winnaar wordt, of het Tesla wordt of blijft of een andere partij. Maar ja, al die auto's moeten bijvoorbeeld batterijen in en er moet allemaal genoeg stroom zijn. Dus daarom is het interessant om ook naar die andere segmenten te kijken. Ja, want jouw voorbeeld geeft eigenlijk de kern weer, namelijk waar ligt het risico? Op het moment dat jij shovels, pikhouwelen verkoopt en een emmertje, daar loop je niet heel veel risico op. Het risico zit in het feit dat je niks vindt. En dat is natuurlijk met die autobouwers ook zo. Komt er een concurrent met een beter product, blijf jij zitten met je investeringen. Maar die toeleverancier van de moertjes, de boutjes en de nippeltjes, banden, cockpitjes, elektronica, chips, ja, die kan ook aan een ander leveren. Ja, en daar staat wel tegenover dat emmertjes en schroefjes, ja, dat lijkt me toch heel erg makkelijk te kopiëren. Dus daar moeten we dan ook weer op letten dat je wel in een industrie zit waar mensen ook marge kunnen maken, want we blijven natuurlijk beleggers. Ja, maar die marges zitten wel degelijk natuurlijk in de niches, in de high-tech. Je hebt software nodig voor veiligheidssystemen, software voor het motormanagement, het accumanagement. Dat is toch wel allemaal wel high-tech. Dus ja, een groot deel is kopieerbaar, maar er zit toch ook wel duidelijk verschil in kwaliteit. Maar als we zo die segmenten aflopen, laten we beginnen bij die software. Wat mij betreft is de strijd daar wel gestreden. Je zag nu deze week weer in het nieuws dat Rivian, die nieuwkomer, nou, die hebben Overeenkomst gesloten. Die hebben zitten kijken wie huren we in voor de software. Nou, guess what? Ze zijn uitgekomen bij Amazon, bij AWS. Amazon heeft 20% belang in Rivian, dus dat kan geen verrassing heten. Ja. Maar dat wil wel zeggen dat Amazon dus nu ook verbonden is aan een bouwer. Microsoft is verbonden aan Volkswagen. Tesla, die doet het natuurlijk eigenlijk allemaal zelf. En Apple, ja, dat leidt geen twijfel. Gaat. Die gaan ergens in de komende jaren ook komen. Dus dat zie je dus ook bijvoorbeeld in zo'n iShares ETF. Een hele brede ETF met geloof ik wel 80 of 90 namen erin. Daar zitten ook al die grote big tech bedrijven in. Maar ja, dat is toch een beetje de vraag. Als je nou een pure play wil op het doorbreken van die elektrische auto's, zijn dat dan de namen die je in zo'n ETF wil hebben? Omdat die ook gewoon nog heel veel geld, veel meer geld verdienen in andere sectoren. Ja, nou, en de conclusie lijkt dus inderdaad langzaam wel een beetje te neigen naar het feit dat het inderdaad niet zo'n hele rare set is. In eerste instantie denk je, ja, ik wil een ETF met 20, 30 elektrische autobouwers, want dat is waar ik in geloof. Daar zit uiteindelijk de groei. Maar het mooie is dus, je hebt gewoon meer nodig. Je hebt ook die bouwer nodig van het motortje, maar ook van de andere systemen. En natuurlijk de accu's, want daar zit nog wel behoorlijk wat ruimte. Ja, en de batterijen, dat is toch wel waar mensen heel erg veel groei verwachten. Waarom? Daar is gewoon een enorm tekort aan. Er is nu op dit moment een voorkeur voor batterijen met lithium erin. Dat lijkt toch wel op dit moment iedereen naartoe te gaan. Nou, lithium is al niet eens genoeg om bij wijze van spreken 20 miljoen Tesla's. Dat had iemand uitgerekend om die te maken. Dus ja, batterijen wil ik in ieder geval wel in een ETF hebben als ik daarop zou gaan inspelen. Ja, dat is absoluut zeker. Want de accu is eigenlijk de heilige graal van een elektrische auto. Je kijkt naar capaciteit, je kijkt naar duurzaamheid en je kijkt naar hoe snel kan het geladen worden. Nou, degene die een accu uitvindt, die uiteraard een lange levensduur heeft, een snelle laadtijd
en een hoog vermogen kan leveren. Ja, dat wordt de koning van de accubouwers. Ja, en dan is er nog een segment en dan denk je misschien chips. Ja, ja, chips heb je ook nodig. Maar ja, het is misschien wat kort door de bocht, maar de chips die over het algemeen op dit moment in auto's gaan, die zijn gewoon minder geavanceerd dan wat je in een telefoon aantreft. Dat wordt misschien op den duur, als je zelfrijdende auto's krijgt, ja, wordt dat misschien anders. Want zeker, dan heb je meer geavanceerde chips nodig. Maar nu, dat zijn niet de chips waar, daar is wel op korte termijn een tekort aan. Maar volgend jaar is er zoveel capaciteit bij. En dan denk ik dat je dat minder gaat terughoren. Ja, belangrijk dus dat dan uiteindelijk de problemen die veel automobielbedrijven op dit moment hebben, namelijk productieproces. We zagen zelfs Volkswagen, Volkswagen concern moet ik zeggen, de productie bij bijvoorbeeld Skoda 2 weken stil moeten leggen. Grappig is dat Tesla daar dus geen last van heeft. Tesla wist al te melden dat ze nu in de nieuwe fabriek in China in november al 50.000 auto's hebben geproduceerd, waarvan de helft ongeveer geëxporteerd gaat worden. Dat blijft toch wel erg knap. Ja, en dat zie je gewoon toch weer als je marktleider bent en gewoon een goede business hebt. Ja, dan zullen partijen toch snel zeggen, nou, daar ga ik wel leveren als ik moet kiezen. Ja. Aan de andere kant heb je ook dat BID, Build Your Dreams, waar we het vorige week over hadden. Chinese autobouwer. Ja, maar die maken ook gewoon hun eigen batterij. Die staan gewoon in de top 5 van wereldwijde producenten van batterijen. Dus ja, die zitten er ook goed bij. Ja. Voordeel kan dus zijn dat als jouw auto of model misschien niet volledig aanslaat, dat je in ieder geval nog accu's kan leveren aan de concurrent. Precies, precies. Laadpalen. Ja. Dat is ook zo'n segment. Ik vind dat altijd een beetje lastig. Want dan denk ik, joh, zo'n laadpaal, ja, dat is toch helemaal niet moeilijk om dat te maken. Maar ja, als je er goed over nadenkt. Kijk, er zijn natuurlijk, misschien in Nederland valt het wel mee, maar op heel veel plaatsen in de wereld zijn gewoon veel te weinig laadpalen als iedereen dadelijk opeens echt elektrisch gaat rijden. En ja, dat zie je bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Nou, het is wel grappig. Ik heb zelf zo'n laadpaal thuis en ik heb dat kastje ook wel eens een keer opengeschroefd uit nieuwsgierigheid. Daar zit verrassend weinig in. Dat is inderdaad een riletje, een omvormertje en nog eventueel een tellertje. Maar dat is eigenlijk verrassend weinig. Maar er zijn er wel heel veel van nodig. En we zagen al, BAM sloot een contract samen met Vattenfall. Mochten 8000 laadpalen gaan plaatsen in het zuiden van Nederland, Brabant, Limburg. En Nederland loopt er wel heel erg in voorop. Hè? Want vergis je niet, als jij elektrisch nu door Europa gaat toeren, ja, dan moet je toch nog wel een redelijke planning van tevoren uitvoeren. Komt natuurlijk ook omdat bij ons de afstanden allemaal wat korter zijn. Dus dan is het natuurlijk wat makkelijker om voor een goede dekking te zorgen. Dat zorgt er overigens ook voor dat heel veel van die elektrische autobouwers geïnteresseerd zijn in Nederland als afzetmarkt. Omdat het zo goed op orde is. Maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten of in Zuid-Europa, als ze daar die slag willen maken naar elektrische voertuigen. En voor deze exercitie nemen we aan dat dat inderdaad gaat gebeuren in de komende 10 jaar. Ja, dan ga je niet bezuinigen op die palen. Die moeten er gewoon komen. Dus Biden heeft dat ook in zijn plannen zitten. Ja, en wie gaan er dan goed geld verdienen? De partijen die die palen op grote hoeveelheden kunnen leveren. Ja, of de componenten voor die palen. En ja, dan kan je weer denken aan bijvoorbeeld een Alfa als we wat dichterbij kijken. Maar nogmaals, ook daar zit een ongelooflijk belangrijke groeimarkt. Niet onbelangrijk, wat je al noemde, Jean-Paul, is natuurlijk dat er veel subsidiegeld achter zit. En dat betekent natuurlijk toch betere marges. Ja, dus de conclusie is eigenlijk wel duidelijk. Ja, het is leuk om te kijken wie gaat nou die wedstrijd winnen. Welke bedrijven staan er over 10 jaar in de top 10 als het gaat om meest verkochte auto's. Maar de toeleveranciers die er onafhankelijk van zijn wie nou uiteindelijk die strijd aan de voorkant gaat winnen. Ja, dat zijn dingen die je naar mijn mening terug wil zien in een ETF als je in wil spelen op de trend van elektrische voertuigen. Ja, over de langere termijn. Precies. Nou, zo kijken we er een beetje naar. Zijn we nog wat vergeten? Nou ja, dat komen we wel tegen als we van de week gaan kijken naar de namen die de verschillende aanbieders van die ETF's ook echt geselecteerd hebben. En daar komen we volgende week mee terug met de laatste video uit deze miniserie. Ja. En wil je tussentijds nog iets meer weten? Volg ons op beursvloerlive.nl of marketsareeverywhere.com. Tot volgende week.